Goedemiddag en welkom bij deel 2 van Oud Team Farm met oude machines. Goedendag allemaal en welkom. De eerste aflevering is goed ontvangen. Zijn een paar mensen die zeggen ja, ga ermee door, vind het leuk. En een paar anderen zeggen, ja, ik wacht op deel 2. Voilà, hier is deel 2. Goed, wij gaan nu even mesten. We hebben deze goede fase gehad. Met deze doen we de tweede goede fase. Dus alle velden die... ingezaaid zijn, en die beginnen nu te groeien. Gaan we de tweede groeifase, de derde hier, maar dat is niet zeker, maar ik heb ook geen zin om dat kaartje er nou bij te pakken. Dus ja, we gaan dwars door de lichtmasten. Ik weet niet wat het is, goed, hallo. Ja, dankjewel. Dus. Daar gaan we weer. En ik zei, daar gaan we weer. Oh, iets. Waarom doet dit nou niet? Zo, nou doet het wel. Dus, ja, we gaan lekker even inzaaien. Of de meeste inzaaien heb ik al gedaan. De eerste. Even lekker bemest eventjes, dan hebben we de goede fase. En ik weet niet wat die allemaal aan het doen is, maar mij niet zien. Even de weg kwijt. Dat kan. Nee, dan ga ik hem even weer op weg. Om het goede pad weer te kiezen. Deze kan ik even doen, die is niet helemaal meegenomen. Zo. De eerste aflevering is door jullie goed ontvangen eigenlijk. Daar ben ik heel blij om. En hoop dat de serie toch nog meer afleveringen kan doen op deze map. Dat lijkt me heel gaaf. Maar ik hou van de Engelse map. Zit goed in elkaar. Hier en daar, een beetje krap allemaal, maar dat hoort erbij, hè. Zijn niet allemaal
wegen die naar Rome leiden, zou ik absoluut zeggen. Ja, ik heb hier gekozen voor Philips, want ja, voor de handelaar, die zit toch vrij centraal en op de boerderij kan je niet zoveel kwijt. En ja, ik ga deze ruimte ook benutten voor een soort loonbedrijf om voertuigen te stallen. Dus dat, kijk, hier heb ik de zijmachines al voor en weggezet al. Ja, dan moet ik toch even de kaart erbij hebben. Ik kan het toch niet zonder. Toen hebben wij die hebben de vorige goede fase aangegeven. Goede fase. Als ik goed zie, 2 of 3? Nee, 3 al. En ik ga nu naar veld 1. En dat is bij de boerderij. Ja. Ik heb een leuke kunstmestverspreider gekocht. Een MF, nummertje 11 heet die. Dit is een. Een mot, een futterij voor kunstmest rooien uit de jaren 70, sorry. Moet even dingen. Uit de jaren 70. Heel leuk ding. Ik zou de kap er even op doen. Kan niet zoveel in. Maar ja, oké. Er zijn ook niet zo grote velden. En je hebt een strooibereik van 20 meter, geloof ik. Dus het is best wel groot voor zo'n kleine machine eigenlijk. Ja, gaat maar 500 liter in, kunstmest. Nou ja, dat gaat ook alweer. Bij andere tegenwoordig kunstmeststrooien gaan. 7000 of meer in. Maar ja, dat is voor deze markt niet zo realistisch. Dus we zijn al hier op het veld. Dit is gelijk wel 1. We gaan die even. Ook even bemesten. Ja, ik doe altijd een beetje omhoog, dan kan ik zien waar dat allemaal heen wordt gestrooid. En ja, dus dan een beetje een overzicht. Zo, dan ga ik eventjes over de messen. Ja. Dat kan ook, hè? En ik kan ook gras bemesten. Nou, als je zag bij 10 had ik iets, wat gras bemest. Ja, nou ja, de mestfase is belangrijk, want je kan, soms 100% ervan afkrijgen. Dus 100% meer gewas kan je zo krijgen. En even kijken. En dat is altijd belangrijk voor de portemonnee. Dat is altijd. Levert het altijd meer op. Dus als je de groeifase
goede status eigenlijk is dat. En ja, dan is dat had dat meegenomen, want dan krijg je meer als 100% opbrengst van je gewassen. Dus dat is altijd leuk meegenomen, een aardig zakcentje eigenlijk. Dus dat is wel cool. Ja, dat hebben ze dan weer goed gedaan. Dus, ja, goed. Ja, de eerste aflevering is bijzonder goed ontvangen door jullie. Daar ben ik ook hartstikke blij mee. Ik, ja, oké, dan kan ik iets. Nog een streepje. Ja, dus dat is heel goed. En ja, wat ik in een paar video's geleden zeg, zei van ja, ik ga een nieuwe serie starten. Nou, de vorige, de andere serie, Storms in the Farm, ja, dat was niet zo bijster goed bekeken. Maar ja, oké, hier kan ook niet alles hebben. En ja, dat, ja, er kwam een vaste kijker, kwam met het idee om deze map te doen. Old Stream Farm. Dus, ja, ik heb deze map eerder gespeeld. Ja, moet ik zeggen. Klein maar fijn, zeggen ze. Kijk, je kan wel grote mappen gaan spelen, maar ja, dan moet je altijd afwachten of dat bespeelbaar is. En dan weten van sommige mensen, ja, die vinden deze mappen niet zo fijn om te spelen. Een beetje krap. Ja, oké, dat is ook zo. Als je in Engeland gaat kijken naar het platteland. Ja, er zijn alle wegen zo. En ja, er zijn niet allemaal brede wegen en zo. Maar dat heeft ook een beetje nostalgie, weet je wel. Ik ben een paar keer ook in Engeland geweest. En ja, dat is ja, heel apart. Het is wennen, ja. Als je vooral naar het platteland rijdt, ja, dan heb je deze soort wegen en ja, allemaal van die kleine zijwegetjes, weet je wel, dan ja, ga je ergens linksaf of rechtsaf, dan is er weer een veld, ja, net als veld 10, ja, die zit midden in, ja, achterin in een rij huizen en het zit helemaal ingebouwd. Het is, ja, het is gewoon leuk. Het is, heeft sfeer en ja, het ademt sfeer. En voor meeste mensen ja, is dat niet zo. En de meeste mensen noemen dit ook meuk. Ja, nou ja, oké. Okay. Het zou wel, maar het werkt allemaal. En ja, het kan wel oude meuk wezen en het kan wel oude rotzooi wezen, maar ik vind het gewoon leuk om dit te doen. Ik bedoel, 3 Sterrenhoof ben ik ook mee begonnen. Ja, dat is wat ruimere map. Kan wat iets meer doen. Ben ik eens. Maar ja, af en toe op zoiets spelen als deze map. Ja, het is helemaal geweldig. Kijk, het is toch leuk. En er zijn ook wel sommige mensen die houden van grootte en groot. Ja, gaan. Maar af en toe is dit ook wel leuk een keer om te spelen.
En daarom heb ik dat ook, even kijken hoor. Deze twee hebben goede fase 2. Lijkt in, ja, 2. Veld, dingen die is nog op 1. Die heb ik net ingezaaid, dus dat is nog aan het even kijken. Ja, die ligt aan deze kant wat iets donkerder op, dus ik laat het veld even schoeien tot, tot deze kleur. Dan kan ik, kan ik het bemesten. Wat ik zeg, 15 kan ik ook nog doen, want 15 is ook nog. Alleen in het midden is nog aan het groeien, maar ik kan vast naar vers 15. Alleen vers 16 en 4. Nou ja, voorlopig heb ik even 4 versjes ingezaaid en ja, zo beneden gebruik ik veld 4 en 7, 16 ook. Dus ik laat deze velden even groeien. Je kan ook niet alles. Dus, maar ik ga even naar veld 15. Even kijken, waar was dat ook alweer? Ja, ik moet de kaart nog even uit mijn hoofd. Daar. Nou, ga ik even naar veld 15 toe. Ja. Nogmaals, ja. Een leuk kunstmestrooietje. Gaat niet zo veel in. Ja, vroeger was het allemaal niet zo groot. En tegenwoordig zijn het allemaal, ja, allemaal. Oh, hier kan je ook. Oh, cool. Oké, hier kan je ook nog placeboards. Dame. Je gaat er dwars dan met trekken heen. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Sorry. Even mijn keel, even schrapen. Goed. Ja, dus nou, lekker zakje voor placeboards. Nou, niet dat ik dat ga doen. Dat brengt de sfeer uit de map, vind ik. Nee. Hier. Of wacht maar, ben ik hier op 15 uit? Nee, ik ben nog klaar. Ja, een beetje oriëntatie is een beetje zoek. Ja, hier is het. Ik heb dat nog niet gerekend. Een duo of wat. Kijk daar. Nou, dan ga ik even de meeste. Iets van de kant af doen. Kijk, hij heeft 20 meter ruim spreid. Dus dat is wel aardig voor zo'n kleine kunstmeststrooien eigenlijk. Ja, dus ik maak er vrolijk nog een paar afleveringen hiervan. En ik hoop dat het leuk blijft. Dat het toch aantrekkelijk is.
Nou, even kijken. Ik vind het leuk om te doen. Ga met deze oude machines. Ik heb helemaal gaaf. En ja, kijk, als ik zeg van oké, ik zoek dat en dat. En ja, er zijn een paar vaste mensen, een paar vaste kijkers zijn heel alert. En die zeggen van hey, ja, ik ga even zoeken voor je. Of ik ga even helpen meezoeken. En ja, dat vind ik helemaal top. Nu ben ik wat vergeten. Zo, dan is die. Heeft die ook weer een groeifase of een meststatus te pakken? Weer. Oh ja, dan moet ik even dit even doen. Ja, die heeft weer, ja. De fase 2 heeft hij al, dus dat gaat de goede kant op. Alleen moet ik even naar 17 zo omheen, maar die is nog niet helemaal wat ik zeg, maar hij moet wat donkerder kleuren nog. Dan is het, ja, dingen. Nou ja, nogmaals, plekken zat om placeboards hier te plaatsen en ja, het is een beetje krap. Dat weet ik, maar des te minder is het leuk om toch hier ja, op te spelen. En toch, ja, hartstikke leuk. Ik bedoel, ja, er zit weinig productie in, of helemaal geen productie. Dat vind ik ook juist mooi. Het is puur ja, om het warmen te doen. Het is niet... ja, om pellets te maken of wat dan ook. Nee, de spuur. Ja, je veestafel op orde te krijgen. En, oh, ik zal even wachten. Dus, even een ongeluk. En dan gaat mijn WA-premie ook weer sky high. En, ja, het is eigenlijk zo duur. Allemaal. Dus, ja, dus we moeten even rustig rijden en ook geen paardje meepakken, boeltje. En netjes je richting aangeven. Goed. Nou, dan gaan we even vullen. En dan gaan we langzaam een beetje naar de steekjes toe. Ja, nou, komt er nog eentje aan zo. Ja, een beetje moeilijk. Met een of die iets, ja, ik weet niet. Kwart voor zes, jongens, dat kan niet. Dat hij niet uit de krook komt of zo. Kan, weet ik niet. Er lopen vele mensen rond deze tijd hier. Zo, dan gaan we even vullen. Ja, ik heb de mest, vaste mest even losgemaakt van de zaad. Want ik had het idee dat ze het niet pakte. Nou, dat zou wel verbazen wezen. Ja, is ook weer weg. Is ook weer leeg. Ja, dan ga ik even naar de 17. Langzamerhand. En ik moet weer even mes bestellen. Of kunstmes bestellen. Hier een paar pelletjes. Nogmaals,
ja, plekken zet om reizenbord neer te plaatsen. Nee, ik ga even omrijden. Door het Warnergebied heen. Zo. Dit is netjes. Weer vorige. Een loopgebied. Ja. Voorzichtig rijden hier. Er zijn wandelaars, fietsjes. Een stuk wandelaar. Goed, kijk, hier heb je ook ja, ruimte zet eigenlijk om fleetsbos neer te zetten. Daar heb je nog een silo, een bunker heb je daar. En toch, ja, een beetje veld 17, ja, als je daar, kijk, ik ga even daar doen. Dat is een goeie. Sprieten op de hand, hooi of zo. Nou, dan gaan wij. Nou, dan ben je veld ook voor de tweede mest. Status doen. En ik hoop dat de rest ook. Ja. Dus ja, nou, ingezaaid. En ja, de volgende keer gaan we gewoon oosten, denk ik. Ja, denk ik. En ja, dus dat het is voor de volgende aflevering, daar gaan wij oosten. Vier veldjes die ik aan ingezaaid heb. En ja, dan hebben wij dingen. Goed, mensen, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Dit was aflevering 2. Van Old Steam Farm met oude machines. En dit lukt niet, want hij is nog niet gegroeid. Daar was ik al bang voor. Dat ging gebeuren. Dus, wacht er even, dus dan zet ik deze machine even hier neer. En dan ga ik even gezellig lopen naar huis toe. Goed, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze tweede aflevering van Old Steam Farm met oude machines. Bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter hieronder wat je ervan vindt. Moeten er nog meer series komen? Laat me dat ook even weten. Mocht je machines hebben, oude machines, van dat is misschien leuk voor jou. Laat me dat ook even weten. Dan kan ik even kijken of ik ze heb. Er zijn heel veel oude machines de sites, op de mod sites, en
Ja, dat wordt nou aangeduid als oud eieren, geloof ik. Ik heb een paar verwijzingen komen in die serie. Misschien komt er wel een, ja, wie weet. Net als de Mekin MF pack, zo'n oud packje is dat. Van oude MF machines en attributen. Misschien komt er weer klissenpack is er. En het komt steeds meer en meer. En ja, ik vind dat wel leuk. Ik bedoel, de modders die machines omzetten, ja, die zijn het ook een beetje aan het verkennen al. Ik bedoel, er wordt toch steeds meer en meer gebruik van gemaakt. En ja, ik zie het ook in steeds meer filmpjes van andere YouTubers. Dat ze oude machines gebruiken. Vind ik hartstikke leuk. En vooral een paar mappen lenen eraan om gewoon puur met oude machines te werken. Goed, genoeg geleuterd. Bedankt, nogmaals bedankt voor het kijken. Dit was deel 2 van Old Steam Farm met oude machines. Graag tot de volgende keer. Reactie, opmerkingen of dergelijke, zet het gewoon hieronder neer, onder de beschrijving van deze video. Als je vragen hebt, vraag het ook maar gerustig. Graag tot de volgende keer. Graag tot een volgende keer, mensen. Bedankt, nogmaals bedankt voor het kijken. En ik zeg bij deze, houdoe, folks.